Ja, voorzitter, zure regen, gat in de ozonlaag, broeikaseffect, opwarming van de aarde, klimaatverandering, CO2-probleem en nu is er opeens een stikstofprobleem. De zoveelste stok om mee te slaan. En tijdens de demonstratie op het Malieveld zei de minister tegen de boze boeren: ik ben trots op jullie. Maar nu, 2 weken later, wordt zelfs het leger ingezet om diezelfde boeren, koste wat het kost, op afstand te houden. Dus hoezo trots? Voorzitter, het zijn loze woorden van een laffe minister. En de mensen zijn echt boos. Ze zijn het spuug en spuug zat. De boeren voorop en terecht. Maar voorzitter, ondertussen sluit ook de bouwsector acties, protestacties, niet uit. De bouw ligt namelijk helemaal stil. En dat terwijl het woningtekort gigantisch is. Al 2,5 jaar lang belooft dit kabinet de woningnood te zullen wegwerken. En kwam daar al amper iets van terecht en ging dat al mondjesmaat, mede door allerlei CO2-eisen. Nu is stikstof het probleem. En die hele stikstofstrop zal de bouwsector miljarden gaan kosten. Projecten liggen stil en zo'n 27.000 banen staan acuut op de tocht. En dat terwijl de bouwsector verantwoordelijk is voor slechts 0,6% van alle stikstof. Het is echt waanzin. Voorzitter, boerenbedrijven gaan ten onder, bouwbedrijven gaan failliet. En dan? Wie gaat dat allemaal betalen? En wie zorgt er dan voor ons voedsel? En wie gaat dan onze huizen bouwen? Het is echt pure minachting van diegenen waar we juist zo trots op zouden moeten zijn. En ondertussen zijn de coalitiepartijen vooral druk met zichzelf en gaan ze toch wel rollenbollend over straat. Het CDA hamert vooral op rekenmodellen. D66 wil een halvering van de veestapel. De VVD zegt dan nee, geen dier minder. En de ChristenUnie, ja, die partij levert de minister. En heeft die minister de stikstofcrisis al opgelost? Nee. Voorzitter, stikstofcrisis. Inderdaad. En weet u wat frappant is? Een half jaar geleden hoorde je eigenlijk nauwelijks iemand over stikstof. En nu opeens schreeuwt iedereen moord en brand. En dat terwijl de afgelopen decennia de stikstofuitstoot meer dan gehalveerd is. Voorzitter, de conclusie is dan ook, er is eigenlijk helemaal geen stikstofprobleem. Er is eerder een juridisch probleem of een politiek probleem. En sindsdien is iedereen in paniek geraakt. Maar is er maandenlang eigenlijk helemaal niks gebeurd. En het resultaat is nu een rapport van snabbelaar Remkes van de VVD, dat misschien in de smaak valt bij GroenLinks, maar feitelijk de slechtst denkbare aanbevelingen bevat. Aanbevelingen die allemaal toegeven aan die hele stikstofobsessie. Aanbevelingen die de minister eigenlijk praktisch al aan het uitvoeren is. Boerenbedrijven moeten gesaneerd worden. Het is pure kapitaalvernietiging. 2 weken geleden is 's nachts op de snelweg stiekem al de maximumsnelheid omlaag gegaan, terwijl de VVD zo trots was op die 130 km per uur. En de bouw, ik zei het al, het is één grote, dikke ellende. Ja, voorzitter, het land zit helemaal op slot. En dat komt omdat we bestuurd worden door politici die buigen voor de waanideeën van GroenLinks. En dat komt door politici die ook buigen voor EU-regeltjes. En daardoor worden nu boeren en bouwers het faillissement ingedreven. Het is echt te schandalig voor woorden. En voorzitter, toegegeven, dan heeft de heer Remkes in één ding wel gelijk. Namelijk, de stikstofcrisis is de schuld van Haagse politici. En kijk, daar zitten ze. Zij hebben namelijk gekozen voor EU-regeltjes van EU-bureaucraten die de boeren door de strot worden geduwd. En wij kiezen daar niet voor. Wij kiezen niet voor de EU, wij kiezen voor de boeren, voor de boerenbedrijven, voor de familiebedrijven en hun voortbestaan. En ja, voorzitter, van ons hoeven al die stikstofregeltjes eigenlijk helemaal niet. Maar wat de minister nu op zijn minst moet doen, is die regels aanpassen, versoepelen, bedenk iets, doe iets, zodat boeren weer gewoon kunnen boeren, zodat op de snelweg weer doorgereden kan worden en aannemers weer gewoon kunnen gaan bouwen. En ja, voorzitter, we hebben in Nederland zo'n 160 Natura 2000 gebieden, met alle gevolgen van dien. Is de minister ertoe bereid om het aantal gebieden met zo'n Natura 2000 status terug te brengen? En als provincies daarom vragen om het intrekken van zo'n Natura 2000-status in een bepaald gebied, is de minister dan bereid om er alles aan te doen om dat gewoon mogelijk te maken? Graag een reactie op dat punt.
En voorzitter, op het Malieveld zei de minister tegen de boeren: we kunnen niet meer om jullie heen. En inderdaad, dat klopt. Maar wat de minister dan nu moet doen, is niet keer op keer de boeren weer gaan pakken, maar voor hen opkomen. Achter hen gaan staan. Achter de boeren en achter de ondernemers gaan staan. En pas als de minister dat doet, dan kan ze met recht volmondig zeggen: ik ben trots op de boeren. Dank u wel. De heer Klaver. Ja, voorzitter, de PVV die pakt iedere mogelijkheid aan om aan te geven hoe ze achter de boeren staan. En het ligt aan iedereen hier in Den Haag, behalve aan de PVV. Nog niet zo lang geleden, 2015, diende u een voorstel in uw fractie dat de bio-industrie moest worden verkleind. Hoe kijkt u daar nu tegenaan? Hoe moet ik dat rijmen? Nou, voorzitter, wij zijn inderdaad tegen de bio-industrie. We zijn ook tegen megastallen, inderdaad. Het heeft met dierenwelzijn te maken. Daar staan we ook volledig achter. Maar wat u wilt doen, is een complete agrarische sector de nek omdraaien. Omdat u uw oren laat hangen naar EU-regeltjes. Omdat u die EU-regeltjes wilt opvolgen. Er is helemaal geen stikstofprobleem. U maakt er een stikstofprobleem van. En dat probleem stort u nu uit over de boeren. U wilt ze gewoon de nek omdraaien. Dus kom dan niet aan bij de PVV met allerlei verwijten wat we in het verleden hebben gezegd. Staan we achter, hoor. Is prima. Maar waar u mee bezig bent, is boerenbedrijven kapot maken. Moest u schamen. De heer Klaver. Nou, voorzitter, wat een hoopvolle woorden eigenlijk hier. Ik schrik er bijna van. Dus eigenlijk wordt er aangegeven, die hele bio-industrie, daar zijn we ook niet voor. Die intensieve veehouderij, daar moeten we ook van afstappen. De megastallen, daar moeten we van afstappen. Dat waren woorden van vroeger en dan kunnen we ons nu op pakken. Maar ja, we staan daar nog steeds achter. Voorzitter, ik zie dat wij onwijs veel gemeen hebben en dat we dus eigenlijk samen kunnen werken aan het terugdringen. Aan het terugdringen. Nou, ik vind het ook. Ik vind het niet dat ik het leuk vind, hè. Ik zeg het niet met plezier, maar ik bemerk het wel, want we willen allebei die bio-industrie afbouwen. Dus welke voorstellen zouden we dan samen kunnen doen om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dan kijken we niet naar EU-regeltjes, zoals u ze dan noemt, of een stikstofprobleem, maar gewoon dat we zeggen: nou, die grote stallen, die grote hoeveelheid dieren, die gaan we nu samen terugbrengen. Dat zou geweldig zijn. Welk voorstel kan ik verwachten van u? Of moeten wij een voorzetje doen? Voorzitter, de heer Klaver doet nu net of iedere boer in Nederland aan bio-industrie doet, of dat iedere boer in Nederland een megastal heeft. Er zijn gewoon heel veel boeren in Nederland die dieren houden. 50, 100, 200, noem maar op. Dat is geen megastal. En het doet net alsof al die boeren slecht zijn voor hun dieren. Natuurlijk niet. En als die boeren gewoon goed voor hun dieren zorgen, is er helemaal niks mis mee. Maar u wilt het allemaal gaan inkrimpen. Ook die boeren wilt u gewoon de nek omdraaien. Dus maak er dan niet zo'n karikatuur van, alstublieft. U wilt gewoon die agrarische sector de nek omdraaien. Ja, ik zou zeggen, wie maakt waar een karikatuur van? U, dat zeg ik net. Wie maakt waar een karikatuur van? U, dat zeg ik net. Voorzitter, laten we ons dan focussen niet op die de familiebedrijven. Ik wil niet zeggen klein, want volgens mij doen we daarmee die bedrijven onrecht. Maar gewoon die traditionele bedrijven met een stuk of 70 koeien. Die een mooi bedrijf, daar gaan we het daar niet over hebben. Nee, dan hebben we het over die grootschalige bedrijven. Met duizenden kippen, met meer dan honderden of duizenden varkens. En dan gaan we die samen aanpakken. Ik kijk er nu al naar uit. Mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. De heer De Groot. Ja? Ja, voorzitter. Uw fractievoorzitter was gisteren op het Malieveld en die beloofde ook van alles. Maar u werpt zich nou op als een boerenvoorman. Maar er komt per jaar iets van 700 miljoen uit Brussel. En u bent ook tegen Brussel. Gaat u dan ook zeggen van daar stoppen we dan ook mee om dat geld, die 700 miljoen per jaar, die voor de boeren is, om daar een streep doorheen te halen? Nou, voorzitter, de heer De Groot kent ons standpunt over de EU. Wij willen inderdaad uit de EU treden. En het lidmaatschap van de EU kost ons heel veel geld. Miljarden. En ja, voorzitter, zolang we dan lid zijn van die Europese Unie, het is natuurlijk een sigaar uit eigen doos, maar iedere euro die dan terugkomt naar ons eigen land, graag natuurlijk. De heer De Groot. Ja, dus u wilt uit de Europese Unie? Zeker. He, maar dat heeft wel tot gevolg dat dat geld dan niet meer naar de boeren gaat. En dat is, ik denk dat het goed is dat de mensen ook op de publieke tribune weten wat dat betekent. En voorzitter, dat moet de heer De Groot zeggen. Dat moet de heer De Groot zeggen. Die gewoon de boerenbedrijven de nek om wil draaien. Die ze zelfs gedwongen wil sluiten. En dan heeft hij het over geld dat dan niet meer naar de boeren zou gaan. Het zijn allemaal boerenbedrijven, gezinnen die hard werken. En die wilt u
de nek omdraaien. En dan durft u het te hebben over geld dat die boeren dan zouden mislopen. U maakt ze failliet. Dat is wat u doet. De heer De Groot. Ja, ik constateer dat het antwoord op mijn vraag ja is. En er komt vervolgens iets heel anders, wat helemaal niets mee te maken heeft. Nou, ik wil u alleen even verwijzen naar het oorspronkelijke interview waar ik heb gezegd, we moeten minder vee hebben. Juist om die boeren toekomst te bieden. Dank u wel, meneer Pops. Ja, voorzitter. Ja, dank u wel. En dan tot slot citeer ik nog even uit dat interview voor de volledigheid. Ik citeer. In eerste instantie kijk je naar de boeren die al willen stoppen. Maar je moet zeker niet uitsluiten dat we sluiting van bedrijven gaan verplichten. Aldus de heer De Groot van D66. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kops.